in Asten nu, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten, aandacht voor het project De Groene Zone. Inwoners van Asten en ook Zomeren kunnen zonnepanelen op hun dak laten leggen zonder inzet van eigen geld en zonder zorgen. Wethouder Guido Schoolmeesters van Zomeren en wethouder Theo Martens van Asten vertellen hoe dat kan. Wethouder Guido Schoolmeesters, anderhalf jaar geleden is het project De Groene Zone begonnen. Voor de mensen die het niet weten, wat is dat voor een project? Ja, dat is eigenlijk een heel mooi project waarbij mensen, zeg maar, zonder geld te investeren zijn huis kunnen verduurzamen met zonnepanelen en tegelijkertijd er ook al aan gaan verdienen. Want wat ze eigenlijk aan kosten moeten betalen is lager dan wat ze terugverdienen aan de levering van elektriciteit. U begon, het kost niks. Zo begon u ongeveer. Ja, het kost niks, inderdaad. Ja, het is bij ons ook al een beetje heeft het tot verwarring geleid waarom mensen het niet doen. Het kost niks, het levert geld op en je hoeft alleen maar zonnepanelen op je dak te laten leggen. Alles wordt verzorgd, je wordt volledig ontzorgd en ja, het is een hartstikke mooi project waar mensen zo aan deel kunnen nemen. Ja, dat is voor mij steeds verwarrend. Het kost helemaal niks, op den duur toch wat? Zal ik iets moeten inleggen? Ja, kijk, het is een lening die ze afsluiten bij de gemeente. En alleen de rente en de aflossing op die lening is lager dan wat ze terugverdienen aan elektriciteit die ze zelf opwekken. En dus ook weer terugleveren en zelf gebruiken. Dus vandaar dat het eigenlijk meteen geld oplevert zonder dat je iets hoeft te investeren. Ja, en waarom duurt het dan zo lang dat al die beschikbare daken of zonnepanelen niet gedaan worden? Ja, daar vragen wij ons ook af. Waarom stappen mensen niet meteen in? We hebben nog een honderdtal daken ter beschikking voor mensen die nog zouden willen. Het is geen onbeperkt project. Hè? Je blijft niet aan het trekken aan de mensen zover te krijgen. Nee, het loopt op enig moment af. We blijven natuurlijk wel de duurzaamheidslening houden waar mensen ook altijd aanspraak op kunnen maken. Maar dit project, zeg maar, is één keer eindig. Het wordt nu wel weer een keer verlengd, maar het is een keer eindig. En ja, hoe eerder mensen instappen, hoe gunstiger het voor mensen is. Omdat in 2023 wordt de salderingsregeling in stapjes afgebouwd. En dat is, zeg maar, de manier waarop mensen, zeg maar, mogen verrekenen met hun eigen verbruik. Ja, dus ze moeten snel zijn. Ja, liefst wel. En ik zeg al, wij begrijpen niet waarom mensen er niet instappen. Met de Theo Martens, ook de gemeente Assen doet mee, maar ik kan meteen gelijk zeggen, de hele regio doet mee. Ja, we hebben samen met nog 12 andere gemeentes besloten om dit project op te starten in de regio MRE. En dat heeft natuurlijk even gekost om het allemaal uit te zoeken hoe het moet. En ooit hebben we een presentatie gehad van iemand uit Zuid-Limburg. En die was er zo enthousiast over dat we het eigenlijk overgenomen hebben. En die had gelukkig al heel veel voorwerk gedaan, waardoor wij een heleboel dingen konden kopiëren. Ja, en dan praten we over de regio. Hoeveel gemeentes zijn er? Ja, 13 gemeentes totaal in onze regio. Eindhoven doet mee. En die gemeentes die zijn nu volop, net als wij, mensen aan het motiveren om zonnepanelen op zijn dak te leggen. Want het is niet, eigenlijk te mooi om waar te zijn. Sommige mensen die geloven het bijna niet, maar het is echt waar. Ja. De hele regio zijn er 7000. Hoeveel zijn er in Asten en Zomeren? Nou, we hebben er nog een kleine 100. Dus als je mee wil doen, dan moet je vlug zijn. Want anders zijn ze weg dadelijk. En dan kun je natuurlijk nog steeds zonnepanelen op je dak leggen. Het is nog steeds interessant. Alleen de hele ontzorging en de financiering is er dan niet meer. Er is ook een klimaatakkoord. Wat doen de gemeentes meer? Ja, daar zijn we nu volop mee aan de slag. We moeten een regionale energiestrategie maken. En die moet volgend jaar een keer in concept klaar zijn. Maar dat betekent dus niet alleen zonnepaneel, dus de opwekking. Maar dat betekent ook isolatie van huizen. Dat betekent allerlei maatregelen om straks minder CO2 uit te stoten. En op termijn moet dat nul worden. Maar dan zijn we weer nog 40 jaar verder. Maar we moeten nu wel aan de gang. Harriet van Hurk, je bent er wel ingestapt. Hoe kwam dat? Ik ben er ingestapt omdat het eigenlijk gewoon op een mooi presenteerblaadje aangebroken wordt. We hebben het er al eens ooit over gehad. En nou kon ik er gewoon instappen. Je hoeft niks te doen, alles wordt geregeld. Ja, wat wil je nog meer? Het is te mooi om waar te zijn. Echt wel, hè? Ja, we hebben nu een jaar ervaring. Ze liggen er al een jaar op ongeveer. Dus, en het levert ook op wat ze beloven. Ja? Ja. Vertel eens. Ruim erboven. Ja? Ze hebben bij ons geschat, bij die 12 panelen, 3250 kilowattuur. Ja. En het zijn er ruim 3600 al. Ja, maar dat heeft wel een hele goede zomer gehad. Dat klopt, dat is ook zo. Maar de piekmaand was toch juni, ondanks dat de echte zomer later lag. Hè? Ja. Ja. Want je hebt nu je zonnepanelen op je dak liggen, dat ging snel? Ja, dat is allemaal in één dag liggen ze er eigenlijk op. Van tevoren geef je alles door, waar de omvorm komt hangen, de meterkast, wat je moet doen.
En ze komen één dag en het ligt er eigenlijk in één dag allemaal op. Ja. Je bent er heel enthousiast over. Ja, je hebt zelfs een app waar je de hele dag naar kijkt. Ja, nou in het begin doe je dat wel natuurlijk. Hè. Maar op een gegeven moment ben je eraan. Maar je kunt precies zien wat je per dag oplevert, wat je per maand op jaarbasis. Dus ik kan nou zien dat ik gewoon op jaarbasis 3600 kilowatt opgeleverd heb. Ja. En ze beloofde 3250. Dus komt helemaal goed. Oh ja, er zit 15 jaar garantie op. Wat is dan gegarandeerd? 15 jaar garantie zit op het repareren. Dus als er een zonnepaneel kapot is, kunnen hun dat op afstand al zien. Dus hoogstwaarschijnlijk zien hun het eerder dan wij zelf, voordat wij het in de gaten hebben. Het schoonmaken zit erbij en al het onderhoud wat er is. En dat is gewoon echt 15 jaar gegarandeerd. Je bent totaal ontzorgd. Helemaal. Is toch fijn? Hè? Wat houden mensen die interesse hebben in zonnepanelen zonder inzet, eigen geld en zonder zorgen, waar moeten ze zich melden? Die kunnen altijd informatie krijgen op de website www.degroenezone.nl. Daar staat eigenlijk alle informatie op en daar kunnen ze zich ook aanmelden. Ja, en nu geldt, wie het eerst komt, eerst maalt. Uiteraard, als er 100 op zijn, dan houdt het op.